Een minuut stilte in Zegveld voor de overleden heer Woerden van Civeo 60. En daarna het verdiende applaus, omdat hij veel voor die vereniging heeft betekend. In Zegveld dus, Civeo 60 tegen Nieuwkoop. Nieuwkoop in het oranje-wit. Beide ploegen niet al te sterk begonnen. 4 puntjes voor Civeo, Nieuwkoop deed het nog slechter. 3 wedstrijden, 3 punten. De winnaar kan een aardig slagje slaan vanmiddag hier in Zegveld. Nieuwkoop met de eerste mogelijkheid, het hakballetje en het schotje van Thijs van der Zon. Bal had aan de andere hoek gemoeten. Streng had het door. De cornerbal wilde doorgekopt worden, maar die wordt verdedigd. Kan die bal opnieuw ingebracht worden? Gebeurt dan ook. Scrimmage in de 16. Civeo nog niet echt lekker weg. Het geplaatste schot en dan de moeizame redding van Erik Streng. Op dat schot van Jeffrey Pietersen. Hier in beeld. Nieuwkoop aan de linkerkant. De 1-2 mislukt. Goed doorzien van Civeo. Probeert er nu voetballend uit te komen. Dat lukt niet. Nieuwkoop neemt over. Balletje naar de rechterkant. Is dat het schot? Die tikt dan Streng nog over. Het schot van Kooijman. De cornerbal. Bij de eerste paal. Jeppe Sterk komt die bal door. En dan zit hij erin. Een geweldige goal van Nieuwkoop. Stolk. Bij de eerste paal. Komt die bal schitterend door. En dan leidt Nieuwkoop met 0 tegen 1. Verzorgd veldspel van Nieuwkoop. Jeffrey van Lid. Stolk biedt zich aan. Stolk loopt weg. Slimme beweging, mooie paas. Stolk weg aan de rechterkant. De voorzet. De inzet en gestopt. En dan de rebound en de goal. Thijs van der Zon. In eerste instantie stond Streng daar nog. Redde hij die bal. Prachtige aanval trouwens. En dan in de rebound. Staat heel Civeo te slapen. Thijs van der Zon tussen 4-5 verdedigers. Dan is het 0 tegen 2. De bal ineens. Zo, daar verkijkt Streng zich bijna nog op. Ineens van Kooijman. Vrije trap, doodspelmoment. Over de koning, binnenkant van de paal. Binnenkant van de paal en nog een keer binnenkant van de paal. Daar zwijnt dit Nieuwkoop. Rodney van Beek, hij keek erna. Weer een doodspelmoment, de kans. En dan is daar wel de goal. Wesley Voorhent. Twee dode spelmomenten brengt dit Nieuwkoop helemaal in de problemen. Nergens voor nodig, maar telt wel. En zo is die wedstrijd ineens spannend. Heerst dit Nieuwkoop voor de rust. Een prima eerste half uur, maar komt dit Civeo heel knap terug. Mede door wat omzettingen van coach Mark Verrips. En die hadden ze uitwerkingen. Wordt het nog erger voor de rust? Nee, want nu is het rust, aldus Gijs zegt de Brouwer. Uit Rotterdam. Vloot een prima eerste helft. De tweede helft. Dan moet dit Zegveldse Civeo op zoek naar de gelijkmaker. Nieuwkoop neemt hier over. Goed gecombineerd, schitterende aanval aan de linkerkant. Thijs van der Zon is weg. Van der Zon nog steeds. Solo van der Zon met het schot en de redding van Streng. Nou is het maar 1 tegen 2, maar dat kunnen we helemaal op het konto van die aanvoerder van Civeo schrijven. Wat schitterende reddingen gezien. Het balletje. En dan is dit dan de beslissing. Jawel, Streng geklopt. Nee, die bal komt via de lat weer terug bij Streng. Ja, dat is vrouwen Fortuna die dan altijd op je lat zit. En zeker als je een goede keeper bent. Kansloos was die.
En dat blijft toch bij die mager 1 tegen 2. En dan mag Nieuwkoop wel sterker zijn. Het maakt het nog steeds niet af. Rutger Vossenberg in de ploeg gekomen aan de linkerkant. Voor de moe gestreden Roland Kooijman. Het schot. En dat gaat over. Dat was trouwens nog Kooijman. Vossenberg dus niet voor Kooijman in de ploeg gekomen. Siveo, wat kan het nog? Eigenlijk niet veel. Nu dan Nieuwkoop. 3 tegen 2 situatie is die snel uitgespeeld wordt. Jeffrey van Lid. Jeffrey van Lid, het boogballetje is te hoog. Dat kan streng niet verontrusten. Toch nog een metertje over. Sjoerd Jong in balbezit. De linkerkant, Jeffrey van Lid, het steekballetje. De actie en het schot, maar die wordt gestopt. En weer door Streng, ja wie anders, daar is toch moedeloos van te worden, Ronald Kooijman. Siveo in balbezit, 10 minuten voor het einde. Niet gevaarlijk geweest deze tweede helft. Maar goed, het blijft spannend. Want Nieuwkoop kon die beslissing maar niet forceren. De actie in de 16 is er langs. De voorzet ingepakt door Rodney van Beek. Dat was dan het eerste werk wat hij te doen kreeg, maar dat deed hij wel goed. Dan zitten we ver in blessuretijd. Bleef het bij die ene kans voor Siveo. Knokte het voor wat het waard was, maar kon het eigenlijk nooit dreigend worden in deze tweede helft. En zo gaat Nieuwkoop die 3 heel belangrijke punten pakken. In Zegveld werd het uiteindelijk 1 tegen 2. Hey, dat is een uitslag die voor ons natuurlijk ontzettend gunstig is. En na twee mindere wedstrijden, zeg maar, waarvan Floriant, dat kan je een keer gebeuren. Maar verleden week was het ontzettend slecht tegen Schoonhoven. En er was helemaal geen touw om vast te knopen. En daar was iedereen het over eens. We hebben van de week erover gesproken. Niet met massaal, maar in ieder geval wel met spelers, individueel. We hebben erop getraind. En gelukkig hebben we deze uitwerking gekregen van vandaag. Zeker een verdiende overwinning. En daar zaten we ook naar te smachten eigenlijk, naar 2 nederlagen thuis. En je ziet ook aan het eind van de wedstrijd dat niet de kopjes gaan hangen. Dat we op tijd wisselen met mensen die er even doorheen zitten. Na veel arbeid hebben verricht. En dat we dus tot aan het einde wel de guts hebben gehad om de wedstrijd voor ons te behouden. We'll be right back.